Ja, dit is hem dan, de eerste Nederlander en de enige Neandertaler van Nederland. Krijn hebben we hem genoemd. En na 50.000 jaar heeft hij eindelijk een gezicht. Het is een vriendelijk, lachend gezicht geworden. Gemaakt door de twee broers die al vaker mensen uit een ver verleden een gezicht gaven. Voor deze reconstructie hadden ze alleen dit wenkbrauwbot dat in de Noordzee gevonden is. Dit stukje ligt heel erg op een stukje van een Neandertaler uit Frankrijk. Dit past er precies op. Kijk, dit is de wenkbrauwboog. Ja. Zie je dit? Dus dan kun je zien, oh, okay, dit is een cliché Neandertaler schedel. Dus dit moeten we ongeveer zo eruit gezien hebben, die Krijn. In hoeverre is Krijn te vergelijken met ons? Heel erg. We zijn eigenlijk andere soorten, maar in het DNA van het grootste deel van de menselijke populatie zit ook Neandertaler DNA. Dus er zijn ook vermengingen tussen beide soorten geweest. Dus het is veel meer een familielid dan dat het een compleet andere soort is eigenlijk. Hij heeft een hele brede neus. Hij kan geen bril op. Hij heeft een enorm brede neus hier, een brede neusrug. Wat betekent het nou dat we Krijn eigenlijk letterlijk in de ogen kunnen kijken nu? Ik denk heel veel. Het maakt het heel erg menselijk. Hè? Als ik hiernaar kijk, dan denk ik van ja, het had een soort. Hè, als je hem tegenkomt op straat, dan kijk je niet meteen heel raar op. En dat is heel sterk, denk ik, voor mensen om te beseffen van hè, we zijn niet zo uniek als soort. Krijn lijkt heel erg op ons. En het zegt iets over de plek waar die vandaan komt. Hè? De Noordzee als een van de allerbelangrijkste archeologische vindplaatsen ter wereld. Ben je wel eens bij de Morsport geweest eigenlijk? Ja, heel vaak. En lijkt hij een beetje? Nu nog niet. De kinderen van Small Steps Pollewop bouwen mee aan Leidenstad in steentjes. We willen de stad laten zien door een ander oogpunt. Ja, en het beste oogpunt is eigenlijk Lego, want daar kan je alles mee maken. En er worden verschillende leeftijden doen hier aan mee. En de kinderen, ja, die gaan natuurlijk de uitdaging uit vanuit hun perspectief. En dat gaat waarschijnlijk een hele creatieve worden hier. Er staat een antenne op. We hebben hem dus gekopieerd. Toen zagen we deze. We dachten van, dit is niet zo heel moeilijk. Dit hebben we best snel in elkaar. Dus binnen 2 weken of zoiets. Nou, het is... Normaal bouw je meer gewoon van auto's en zo. En dan maak je gewoon een gebouw. Echt. Zullen we hem afbreken? Opnieuw beginnen? Nee. We hebben een klein probleempje met het aantal grijze steentjes. Dus we gaan een creatieve uitspatting aan de achterkant doen. Alle Lego-bouwsels worden binnenkort tentoongesteld in het voormalige LVC-pand aan de Catharinasteeg en de Breestraat. Speel je zelf nog met Lego? Stiekem wel. Dus als zo meteen de camera weg is, ga ik even meebouwen. De komende weken gaat de Rijdende Geus, dat is de rijdende winkel van de 3 Oktobervereniging, weer de stad in. Ja, jazeker. Wij zijn het servicepunt van de 3 Oktobervereniging. En mensen kunnen bij ons terecht voor vragen die ze hebben over het lidmaatschap of vragen over evenementen. Of wijzigingen in evenementen zoals die nu heel veel voordoen. En we verkopen merchandise van de vereniging. Dat zijn al die 3 oktober verzameldingetjes, hè? Van die hebben dingetjes allemaal. Ja, we hebben een aantal traditionele dingen altijd. Zoals bijvoorbeeld de witte 3 oktober sjaal. Maar we hebben ook altijd elk jaar een paar nieuwe dingen die we erin gooien. En dit jaar dus ook? Dit jaar ook niet zo heel veel, want de penningmeester houdt de hand heel erg goed op de knip. Maar we hebben er toch een paar dingen die dit jaar nieuw zijn. Zoals? We hebben een mooie rode joggingbroek met een haring. En die past dan heel mooi bij de rode sweater die we al hadden, ja. Met de haring. We hebben een muts, ook met een haring. We hebben overwanten, die zijn nieuw. En wat hebben we nog meer nieuw? Dus daar moet je niet de haring mee schoon gaan maken? Nee, dat zou ik niet doen. Nee, dat zou ik niet doen. En mensen kunnen hier lid worden, hè? Mensen kunnen lid worden, ja. Ja. Doen ze dat? Vandaag nog niet zo. We zijn pas vanmiddag open gegaan. Maar we staan de komende tijd op nog veel meer plekken en we hopen dat ze het doen.
Maar we hebben nu ook de website aangepast. En op de website kunnen mensen nu heel eenvoudig zelf lid worden. Word lid en dan kan je helemaal alle gegevens aankruisen. Wat voor soort lid. En je adres vooral en je e-mail. Jullie zullen dit jaar wel heel veel vragen gaan krijgen van mensen. Gaat dit door? Gaat dat door? Ja, hebben jullie de antwoorden al? Nee, we hebben helaas op een aantal vragen nog steeds geen antwoord. We hebben nog geen antwoord op of er voor evenementen testen voor toegang is. We denken dat de meeste evenementen dat wel moeten hebben. Dus we raden ook iedereen aan om de website van de 3 Oktobervereniging in de gaten te houden. Want daar staat precies voor welk evenement je vrij toegang hebt en voor welk evenement je dus een QR-code moet hebben. Ja, want echt zeker weten doen jullie het waarschijnlijk ook pas na de volgende persconferentie van het kabinet. Ja. Dus dat is nog een weekje wachten eigenlijk. Ja, ik geloof dat de persconferentie 15 of 16 september is. Ja. En dan gaan de maatregelen daarna in. Dus vanaf die tijd weten we het eigenlijk pas zeker. Maar we weten wel een paar dingen die zeker niet doorgaan. De optocht? De grote optocht gaat niet door. De Geuzenintocht gaat jammer genoeg niet door. Dat is het evenement wat vrij nieuw nog, hè? Dat wordt altijd gehouden bij de inschrijving van Haring en Wittebrood. En die inschrijving, de fysieke inschrijving, die gaat ook niet door. Dus de mensen kunnen helaas niet in de rij bij de Waag. Maar via de website ook? Dat kan allemaal wel via de website. En hier, heb ik begrepen, kan je kaarten krijgen, hè? Ja, we kunnen, zeg maar, we zijn vandaag begonnen met de kaartuitgifte voor de seniorenvoorstelling. Die is in de Stadsgehoorzaal. En daar kunnen mensen vanaf vandaag en alle dagen dat Rijdende Geus open is, zolang de voorraad strekt, kaarten komen ophalen. En die zijn gewoon gratis? En die zijn gratis voor lid. Eén kaartje als je gewoon lid bent en twee kaartjes als je duo-lid bent. En kan ik ook lid worden en dan gelijk een kaart krijgen? Ja, dat kan. Nou, dat kan ook. Ja, dat kan ook. En wat kost het ook alweer om lid te worden? Kost maar €7,50. Dus dat is, nou ja, een schijntje. Twee biertjes en dan heb je al een lidmaatschap. Dus, Het lijkt misschien op een buitensportklas, maar het is een demonstratie. Voor het gemeentehuis van Oostgeest protesteert fitnessclub Yennergy tegen de houding van de gemeente. Het zit al langer niet lekker tussen de twee partijen, maar het ontbreken van een vergunning voor een nieuwe tussenvloer is nu de druppel. Ik heb een nieuwe heup, net deze zomer. Ik had heel graag willen gebruik maken van de instrumenten die op haar tussenvloer staan. Dat kan ik niet. En meerdere andere sporten had ik willen doen binnen. Kan niet. En dus de gemeente zit ons ook heel erg persoonlijk in de weg. Wat doet dat met u? Nou, dat vind ik heel irritant. Dus ik word boos. En als ik boos word, dan ga ik jij niet helpen. Ja, we hebben geprotesteerd omdat afgelopen anderhalf jaar zitten we in enorme problemen met gemeente, eigenlijk met één wethouder. En al die gedoe en dat was, al die problemen waren gebaseerd eigenlijk op één fout, een administratieve fout waar sport was weggehaald. Sport stond eerst wel in het bestemmingsplan voor Poelgeest, maar sinds 2017 niet meer. Dat is alleen niet de reden dat de tussenvloer dicht moet blijven. Het ontbreekt simpelweg aan een vergunning. Die was niet aangevraagd en daarom wordt er achteraf gekeken of de constructie kan blijven staan. De brandweer moet nog zijn eindrapport maken, maar die gaat niet veel aanvullende eisen stellen. De omgevingsdienst gaat waarschijnlijk eisen stellen aan het gebruik van de vloer in verband met geluidoverlast van de bovenburen. En voor parkeren kunnen we waarschijnlijk niet de goede oplossing vinden. En daarom wil de wethouder, met goedkeuring van de raad, daar een uitzondering voor maken. Zo zou het al binnen een maand geregeld kunnen zijn. Wij helpen de sportschool enorm op dit gebied. Helaas is het zo dat dat lastig uit te leggen is, ook aan deze mensen. Maar dat komt ook omdat zijn berichtgeving door Genergy aan deze mensen nogal anders is geweest. Hoe moet dit nou verder? Dat weet ik niet. Het is heel een moeilijke situatie en vandaag had ik ook sterk gevoel dat gaat niet veranderen. Het ligt ook aan u. Ja. Het is niet zo. Aan uw duidelijkheid. Een belangrijk deel onvolledige informatie. Daar is hij weer. Plastic soepserver Marijn Tinga komt als suppend aan bij het stadhuis. Dit keer samen met kinderen van basisschool Lucas van Leiden.
Het is onderdeel van een nieuwe tour met als doel afval scheiden ook op scholen normaal maken. Nou, het lijkt me vanzelfsprekend dat je op school ook je afval scheidt. Want de manier waarop we nu onze aarde gebruiken, de manier waarop we nu met afval omgaan, met die grondstof omgaan, het merendeel wordt verbrand in de verbrandingsoven. En het is natuurlijk gek dat we bezig zijn met de circulaire economie, maar de basis vergeten. Scheiden jullie afval op school? Nou, nog niet echt, maar ik hoop wel dat we het gaan doen. Ja. Waarom hoop je dat? Ja, het is beter voor het milieu en dan kunnen ze het recyclen. Vind je het belangrijk om het ook op school te doen, afval scheiden? Ja, het kan wel, maar ik weet niet of iedereen daar zich daaraan gaat houden dan. Waarom denk je dat? Nou, kinderen die gooien soms vaak iets snel even weg, dat ze, ja... Nou, op scholen is het zo, daar begint het natuurlijk. Dat is ja, vanzelfsprekend. Jong geleerd, oud gedaan. Ja. Ik ben in ieder geval hartstikke blij dat ik hier ben. Ik ben langs een heleboel burgemeesters en wethouders geweest. Maar natuurlijk mijn eigen stad, Leiden, ja, daar moet ik natuurlijk ook langs. Om aandacht te vragen voor het afvalscheiden heeft Tinga tijdens zijn subtour door het hele land kaarten verzameld bij verschillende scholen. Ook wethouder Yvonne van Delft steunt het initiatief. Ik ben eigenlijk verbaasd dat we dat gewoon niet al lang hebben, want de roep is er al lang. Alle kinderen hebben thuis in Leiden ook een container in de tuin, als je een tuin hebt, om daar papier in te doen. En op school ga je het niet scheiden. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk gek. Toch kan de wethouder zelf dit probleem niet oplossen. Dat is aan de landelijke overheid. Ja, we kunnen het niet afdwingen. En dit maakt gewoon dat je het afdwingt, dat het logisch wordt voor iedereen om het te doen. En nu is het heel erg, zitten we aan de kant van de verleiding. He, dus dat is eigenlijk de wortel. En aan de andere kant willen we nu ook, zeg maar, ja, het klinkt een beetje vervelend, de stok, maar dat je het gewoon moet doen. Succes! Daarom sub Tinga door naar Den Haag om de kaarten aan te bieden aan Kamerleden. Dit is de kikkermolen, die ook in het echt rond kan draaien. Job de Reus uit Leiden bouwt de sleutels dat na in Lego. Hij is een van de deelnemers van bouwevenement Leiden Stad in Steentjes. In mijn jeugd heb ik natuurlijk gelegehoud en daarna heb ik helemaal niet gelegehoud. In een jaar of 4 geleden, toen zag ik opeens dat je allemaal losse steentjes kon bestellen via het internet in plaats van de reguliere sets. Toen dacht ik, oh wat geweldig, nu kan ik eens een keer echt maken wat ik wil. Dus toen heb ik allemaal leuke steentjes gekocht en als allereerst mijn studentenhuis nagemaakt. Dit is mijn oude studentenkamer, waar ik altijd met een vriend heel veel filmpjes heb gekeken. Dus dat was altijd heel erg leuk. Zitten jullie er ook in? Niet goed te zien, maar we zitten zeker lekker filmpjes te kijken. Dat was ook een van de grootste projecten. Voor deze versiering heb ik 2 wc-brillen gebruikt. Die worden heel vaak gebruikt in Lego als versiering. En ik dacht, nou, laat ik dat ook maar doen. Maar eigenlijk zitten hier gewoon 2 wc-brillen geplakt op de waag. Het is Lego, maar het is ook wel de architectuur waar ik altijd zeer geïnteresseerd in ben geweest. Ik maak ook geen auto's of vliegtuigen of raketten met Lego. Het is altijd huisjes geweest. Dat vind ik altijd heel erg gaaf. En met Lego kan je dat gewoon heel erg goed doen. En dan maak je dat en dan zie je dat het ook echt werkt. En dan, dat geeft dan wel weer voldoening. En zo bouw je zo'n heel gebouw op. Homomannen die hadden ook hun ontmoetingsplaatsen. Dat heette toen heel netjes outside cruising, want natuurlijk niet iedereen mocht weten wat de bedoeling daarvan was. Tijdens Open Monumentendagen kunnen deelnemers een regenboogwandeling maken langs plekken die belangrijk zijn geweest voor de Leidse homobeweging. COC-voorzitter Debbie Helaha legt uit waarom de wandeling dit jaar in het programma zit. Nou, het thema van Monumentendagen dit jaar is inclusie. En nou ja, dat gaat ook over diversiteit en het erbij horen. Iedereen telt mee. Nou, op Monumenten daar gaat het natuurlijk ook over geschiedenis en de regenboogwandeling die we hebben. Die vonden we daar goed bij passen. Dus we zijn in samenspraak met de organisatie van Open Monumenten daar hebben dat voorgesteld. En dat vonden ze hartstikke leuk. In de Kroon vertelt vrijwilliger van het eerste uur Anja over de roze geschiedenis van het pand. Uiteindelijk begon het COC op hele andere plekken in Leiden. Maar in 1984 was de plek aan de Siciliastraat, een voormalige school, was echt te klein geworden. En toen kwam hier de Kroon, een voormalige jeneverfabriek, kwam voor een gedeelte vrij. En vandaar ook de Kroon, het was Harteveld de Kroon. Voor het COC het pand in gebruik kon nemen, moest de oude fabriek flink onder handen worden genomen. We hebben hier
allemaal van die enorme balken. En uit eigen ervaring kan ik zeggen van, die moesten allemaal schoongemaakt worden. En als je dan een stofallergie hebt, dan is dat een hopeloze zaak. Maar het is gelukt, we zijn met heel veel vrijwilligers, zijn we in 1984 bezig geweest om die kroon helemaal mooi te maken. We hadden gelukkig eigen designers, die hadden alles ontworpen hier. En er is werkelijk een heel mooi pand van gemaakt. Het is al bijna 40 jaar de Leidse homobeweging die hier gevestigd is in die voormalige drankenfabriek. De regenboogwandeling loopt langs 12 monumenten in het centrum van Leiden en is bedoeld voor iedereen. Mensen komen hier, als ze naar de Open Monumentendagen komen, dan komen ze misschien met name voor een gebouw en de geschiedenis daarbij. Maar dit is een mooie route die ze erbij kunnen pakken. En dan krijgt de betekenis van de kroon als plek voor de LHBTI plus gemeenschap misschien ook iets meer betekenis en iets meer diepte. In de Bloemert in Leiderdorp werd vrijdag flink gesport door senioren. Clubhuis De Derde Helft organiseerde bij hockeyclub Alecto een beweegdag voor 55-plussers. Na een gedegen warming-up konden de ouderen zich van hun beste kant laten zien tijdens workshops op het hockeyveld, de jeu de boelbaan, het korfbalveld en er werd zelfs voorzichtig gerugbied. Op het hoofdveld van voetbalclub RCL streden 18 All-Star teams tegen elkaar en zamelden zo geld in voor Kika. Ik vind ouderen zorgen voor jongeren, sowieso. Maar er wordt onderzoek gedaan naar kanker afhankelijk van hoeveel het er zijn. Dus longkanker komt veel voor, veel onderzoek naar longkanker. 555 kinderen is in de aantallen gezien natuurlijk niet veel. 75% van de kinderen geneest, dan zeg maar 25% niet. Dat is 1 op de 4 niet, hè? Voor de 11-jarige Fien was een speciale rol weggelegd. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ik mocht aftellen van 60 tot 0. En toen? En toen ging iedereen voetballen. En naast jou stond een bekende voetballer? Ja, Tim de Klerk. Heb je die wel zien spelen? Nee, nog nooit. Hij heeft ook bij Ajax gespeeld. Ja. Hoe is dat om naast een echte grote voetballer te staan? Cool. Nou ja, we kennen allemaal denk ik wel Kika die zich inzet voor kinderkanker. En ja, daar is heel veel onderzoek voor nodig. Ja, en dat kost heel veel geld. Dus ik vind het een geweldig initiatief dat de RCL All-Stars dat hieraan koppelt. Ik heb Fien net leren kennen en dan gaat er wel een en ander door je heen. Ja. En als je ziet hoe positief zij er mee omgaat en dat ze hier echt staat, vind ik echt zoveel kracht. Dat doet wel wat met je. Ja. Wat ben je wel eens kwijtgeraakt? Ja, mijn verstand. Afgelopen zaterdagavond nog. Duidelijk niet teruggevonden. Nee, die ligt nog bij koetshuis. Ergens in een plas met braaksel. Soms dan kan ik uren op een nieuwe sleutelvraag zitten broeden. Maar de beste ideeën die komen altijd op het moment dat ik er niet naar op zoek ben. Waar ben jij nou op zoek? Ik ben nergens naar op zoek. Helemaal niks. Kortingkaarten van de bus. Ja, waar ben ik nou op zoek? Niet naar een vrouw. Niet naar een vrouw. Naar een man. Wat zeg je? Naar een leuk meisje, inderdaad. Waar ik naar op zoek ben, naar de liefde. Nee, die heb ik al gevonden, die staat daar ook. Ben je niet op zoek naar een man? Ja. Als er een hele rake vent is, misschien. Ideale type, ja, het is een beetje dezelfde als ik, hè. Ja, blond, ja. Wat kwijtgeraakt? Ja, een heleboel. Ja, mijn verstand. Afgelopen zaterdagavond nog. Duidelijk niet teruggevonden. Nee, die ligt nog bij koetshuis. Ergens in een plas met braaksel. Ik heb nooit een portemonnee. Daar zit nooit wat in. Ik heb mijn scootertje, dat is mijn alles. Ik wou net zeggen, een mooie brommert. Mooie brommert, ja. Nou ja, een biertje drinken. Eerst even eten. Een biertje en dan nog een biertje. En op een gegeven moment zijn er te veel biertjes. En dan raak ik hem meestal kwijt. Waar ze zou kunnen liggen?
Nou, misschien wel op het strand. Nee, dat vind je niet meer terug. Dus ga naar bed gaan en kijken of je de volgende ochtend weer wakker wordt. Wat wil ik kwijtraken? Deze jongeman die me aan het interview is. Ja, ik heb een collega, daar werk ik mee heel veel. Die zou ik wel eens kwijt willen raken, die hond. Een collega? Ja, daar ga ik maar even niks op zeggen. Hoe zou je hem misschien kwijt kunnen raken? Nou ja, gewoon een duwtje geven. Als we op stijgen staan, nog een duwtje geven dat hij naar beneden valt. Dat gaat zomaar gebeuren dit jaar, denk ik. Tot slot, wilt u nog wat kwijt? Je maakt er een leuke dag van. Gevonden.